Het is vandaag zondag en dat betekent maar één ding. Dat betekent de week recap. In deze video gaan we dus bespreken wat er de afgelopen week is gebeurd. In week 42 om precies te zijn. Laten we gewoon beginnen. Oh, wacht. Nog niet beginnen? Nee. TVG merchandise. We hebben nieuwe merchandise. We hebben hoodies, sweaters, t-shirts. Dusty Diner t-shirts. Deze super vette sweater. Ik had het met elkaar. Ja, sweater. Ga het even checken. Eerste linkje in de beschrijving. Ik zou het super vet vinden als je eventjes gaat checken. Dan gaan we nu beginnen met de video. Maandag is er niks gebeurd. Heel weinig. Helemaal niks gebeurd. Er is helemaal niks gebeurd. Ja, het was een hele rustige... Nee, het was geen rustige week. Het was geen rustige week. Want dinsdag toen brak het een soort van los. Toen brak het los. We hadden toen de update 6.1. In deze update zaten map changes. Onder de tomato. In Tomato Temple was een truck. Gevonden. Tilted Towers, daar is het gebouw. Die wordt afgebroken, wat heel erg zonde is. En we hebben een racetrack erbij gekregen, wat super awesome is. Daarna hebben we natuurlijk leaks gehad, met daarin skins, backblinks, glider en cubefiles, die heel erg vet zijn en waarvan nog steeds niet alles helemaal duidelijk is. Daarnaast hebben we de Quad Crasher gekregen. Tournament is aangekondigd en kan je ook al spelen. En daarnaast is helaas de Port of Fortress volgens mij weer disabled. Ja, door een glitch of zo. Oh, het is niet helemaal duidelijk waarom. Goed, door naar woensdag en ja, dat is eigenlijk best wel sad, want woensdag is 50 versus 50 uit de game gehaald. No! Iets wat we natuurlijk heel vaak speelden en ook heel leuk vonden, maar nu moeten we het doen met Disco Domination. Het is niet anders. En Disco Domination, moet eerlijk zeggen, is ook zeker weten leuk om te spelen. Dan door naar donderdag, toen kregen we het nieuws dat de Battlebus nu 25% sneller op zijn eindbestemming is, zeg maar. En dat hebben ze gedaan omdat heel veel spelers eigenlijk zo snel mogelijk actie wouden. En dus niet gingen wachten totdat de battlebus helemaal aan de andere kant van de map was. Dus nu hebben ze hem iets sneller gemaakt eigenlijk. En hopen ze dat spelers nu wat meer verspreid over de map gaan droppen. Daarnaast gingen we die avond live. Omdat Cube Island aan zou komen op zijn laatste locatie. En wat is er toen allemaal gebeurd? Nou, best wel veel. Ten eerste, de laatste room werd natuurlijk geactiveerd. Eigenlijk wat we allemaal wel kennen. Maar dat is niet het enige. Want we zagen ook dat in Wailing Woods, tenminste daar als eerste, dat de runes gingen vliegen. Er zat een hele tornado omheen. Dat was natuurlijk super tof. Maar Wailing Woods was niet de enige locatie die ging vliegen. Nee, dat waren ook alle andere locaties. En het leek er ook die dag op dat ze bewogen. Dus dat ze naar een andere locatie gingen. Dan vrijdag hadden we een aantal playground setting leaks. Nou, jullie kennen het wel. Je kunt nu met de playground allemaal dingetjes aanpassen. En straks kun je nog veel meer dingetjes aanpassen. Wil je die video eventjes zien? Klik eventjes in de beschrijving. Daar staan overigens alle video's die we net hebben besproken. Dan gaan we inmiddels alweer door naar zaterdag. En dat was gisteren. En gisteren was een leuke dag. We waren toen live gegaan omdat we natuurlijk dachten, we wisten niet zeker, maar we dachten dat er iets vets ging gebeuren bij het Cube Island en dus de runes. En jawel, dat is gebeurd. Ten eerste was die aan het begin van die dag connecten alle runes aan de Cube met een soort van beam. Dat was in de ochtend gebeurd, wat we trouwens ook hadden voorspeld. Toen zijn we dus die avond live gegaan. En toen rond 10 uur of op 10 uur stortten alle runes neer op de grond en is het Cube Island fully charged doorgegaan naar een andere locatie. Hij is nu, op dit moment dat we het opnemen zijn, is hij onderweg naar een locatie. Naar welke die gaat, weten we niet precies zeker. We denken dat hij uiteindelijk gaat arriveren bij Leaky Lake, maar dit is natuurlijk niet zeker. Gaan we door naar vandaag. En vandaag is maar één ding gebeurd. Of op dit moment is er maar één ding gebeurd. En dat is dat de week 5 challenges zijn geleakt. Als je die video eventjes wil kijken, ga even naar alle linkjes in de beschrijving. Of naar het linkje in de beschrijving. Want van alle video's die we behandelen, staan ze hier in de beschrijving. Alle linkjes daarvan staan in de beschrijving. Jongens, dit was de aflevering. Druk zeker weten eventjes op het duimpje omhoog. Check ook eventjes onze nieuwe merchandise. De officiële TVG merchandise. Abonneer natuurlijk op ons kanaal om niks te missen over Fortnite. En vanavond zijn we live. Dat wil ik ook nog eventjes zeggen. Tussen 8 en 9 waarschijnlijk gaan we kijken waar Cube Island arriveert. Mensen, check ook nog eventjes deze video's hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.